Ja, nou ja, Sinterklaas komt natuurlijk zaterdag aan. Dan is de intocht in Zwalk, wie kent het niet. En kijken we natuurlijk allemaal naar uit. En toch elk jaar weer die Zwarte Pieten discussie. Nou, één vandaag heeft een opiniepeiling gedaan. En het draagvlak voor een traditionele Zwarte Piet is afgenomen. Vorig jaar was dat nog meer dan 70%. Dus 70% was voor die traditionele Zwarte Piet. Nu is dat 55%. Dus ietsje meer dan de helft. Nou, ondertussen zien we dat in bibliotheken zo stilletjes aan de Zwarte Pieten verdwijnen ook uit die boeken. Dus de boeken waarin Zwarte Piet nog te zien is, die worden verwijderd. De directeur vereniging Openbare Bibliotheken die vertelt dat vandaag in het AD. Hij zegt dat dat passend is bij de huidige tijdsgeest. Nou, we zien dat die oude boeken met die ouderwetse Zwarte Piet nog wel online het goed doen. We zien bijvoorbeeld een prentenboek op Marktplaats, €175. Een gewild boek, omdat die Zwarte Piet er dus nog in staat. Wauw, €175 om nog een boek met Zwarte Piet erin te hebben. Snapt u het van de bibliotheken dat zij de boeken aan het veranderen zijn? Ik begrijp wel dat als de samenleving er anders naar gaat kijken en er steeds meer die roetveegpieten, dat het wel een piet is en dat je het verhaal van de schoorsteen gewoon kunt vertellen, dat de bibliotheken ook heel voorzichtig die slag maken. Ik denk dat we daar heel langzaam naartoe gaan. Ik vond jarenlang het een te rabiate discussie. Terwijl we zagen dat de samenleving stap voor stap echt wel die aanpassing deed. En als de bibliotheken daarin volgen, vind ik dat een prima idee. Ja, nu nog 55% voor Zwarte Piet. Robert, hoe kijk jij daarna? Ik ben ook mee opgeschoven. Maar ik vind wel dat ik hoop dat er nog wel iets van literatuur dan achterblijft. Want om die ontwikkeling te laten zien die we als samenleving hebben doorgemaakt. Dus alles afvoeren lijkt me ook niet goed. Nee, dus had het nog ergens een museum moeten komen waar dat dan allemaal nog gebundeld wordt. Ja.